Mijn naam is Mikkel Hofstede en je luistert naar de Oersterk podcast. Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak geleefd. Je lijf en geest zoeken rust omdat je alles maar geeft. Goed nieuws, dit is jouw moment. Versterk je gezondheid en geluk met de lach. De rode loper ligt weer uit richting een stralende dag. Je voelt je oersterk met We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Mikkel Hofstede. Mikkel is oprichter van Lifeguard, auteur van het boek Oermens 2.0 en initiatiefnemer van de Amsterdam City Swim. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Mikkel, welkom. Dankjewel, Lisa. Leuk. Ik lees op je website van Lifeguard. Je wil met Lifeguard impact maken zodat we op een plezierige manier met elkaar omgaan in Nederland. En geen tijd en energie verspillen aan vervelende regels of angstig gedrag. Kun je deze missie toelichten? Ja. Dan komen we meteen bij mijn stokpaardje. Hè? Angst en stress. Hoe je ziet dat wij... Ik vind het altijd fascinerend. Veel van onze klanten zijn grote bedrijven. Mm-hmm. En je ziet dat bij een groot bedrijf het ziekteverzuim eigenlijk 3 keer zo hoog is als bij een klein bedrijf. Nou, dat zou toch niks met ziekte te maken moeten hebben. Dus blijkbaar organiseren wij onze maatschappij zo dat mensen, als ze in grote organisaties werken, zich vaker ziek melden. En als wij daar naartoe gaan en zien, dan zien we ook vaak dat er een soort vorm van chronische stress is. En ja, dan denk ik dat is doodzonde, want de echte kern van de mensen, veel van de capaciteiten, die komt niet voldoende naar voren. En praat je dan over een ziekteverzuimpercentage van zo'n 5, 6, 7%? Ja, tussen de 4 en 6%. Dat is enorm hoog. Dus ook als je kijkt wat dat een bedrijf kost. Buiten wat de vitaliteit oplevert, natuurlijk in kwaliteit van functioneren. Ja. Want dat is ook de missie van Lifeguard. Jullie willen vitaliteit in organisaties stimuleren. En het is natuurlijk heel interessant dat je ook altijd mensen hebt die jou ook zullen vragen, mag je je bemoeien met vitaliteit van werknemers? Ja. Nou, misschien moet je wel stellen, je moet je ermee bemoeien, maar hoe doe je dat? De vitaliteit stimuleren in organisaties. Ja, we hebben wel een behoorlijke weg gevolgd in die 18 jaar. Want in eerste instantie hebben we ons puur op het individu gericht. We dachten, als we het individu versterken, weerbaarder maken, inzicht geven, gezonder, dan is die organisatie ook gezonder. Los van de omgeving, het individu. Ja. Het individu. Maar we hebben wel gezien dat als je die mensen zelf weer, als je niks in de omgeving doet, niks aan de stijl van leidinggevende, niks aan de cultuur, dan gaan ze uiteindelijk weer richting het gemiddelde, noem ik het maar. Dus in onze propositie hebben we nu ook nadrukkelijk gezegd, als wij over vitaliteit spreken, dan moet ook de organisatie vitaal worden, de omgeving vitaal. Ja, en het gemiddelde wat je noemt is niet best. Maar hoe ziet het gemiddelde, bedoel op in een Nederlandse werkvloer, kantoor, hoe ziet dat eruit? Dat is 1 op 1 de gemiddelde van zeker grote bedrijven. Dat zijn kleine afspiegelingen van de maatschappij. Dus de diversiteit aan banen, ook bij grote banken, daar zitten ook mensen in facilitaire dienstverlening. Er zitten mensen in callcenters, er zitten mensen in die veel op de weg zitten, salesmensen. Weet je, er zit van alles. Mensen die internationaal reizen, dus dat is een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij. Dus je kan ook zeggen 50% is obese. 1 op de 2 mensen heeft chronische aandoeningen. Werken daar wel mee overigens. Maar wat je wel ziet is dat in die grote bedrijven er meer werkdruk en dat soort dingen zijn dan denk ik in de gemiddelde Nederlandse samenleving. Ja, dus die mensen wat je zegt zijn te dik. Chronische ziekten zijn angstig, zijn depressief. Kunnen we eigenlijk gelijk een brug slaan met het boek wat je hebt geschreven, De Oermens 2.0. Oude genen in nieuwe tijden. Ja. Als ik dan een brug maak naar dus het traditionele kantoor, een bureau met een stoel. Sluit dat aan bij ons ontwerp? En eigenlijk, waarom heb je dat boek geschreven? Ja, ik moet zeggen dat ik altijd, zeker die eerste paar jaar toen we met Lifeguard bezig waren, ik heb wat moeite met de Nederlandse manier, als ik het dan over de Nederlandse overheid heb, goed bedoeld, maar zoals preventie wordt neergezet, is tamelijk normerend. Dus je moet een BMI onder de 25 hebben, je moet 20 minuten per dag bewegen, je moet zoveel gram groente, en ik begrijp dat epidemiologisch gezien, hè. Je moet ergens een afkappunt hebben, om het zo maar te zeggen.
Maar je moet oppassen dat het niet heel betuttelend wordt. Als ik een BMI van 26 of 27 heb, maar ik heb hartstikke leuk werk. Ik heb in mijn persoonssituatie, zit goed in balans. Ik heb een leuke familie. Ik wandel nu en dan, maar ik hou niet echt van sporten. Ik eet gemiddeld gezond. Dan ben ik redelijk oké. Hè? En als er dan zo'n vitaliteitsgoeroe komt en zegt, gij moet en gij zult, daar heb ik heel veel moeite mee. Dus en bovendien heb ik er moeite mee, omdat ik denk dat wij niet doorhebben hoe onze omgeving ons manipuleert. En ik durf zelfs te zeggen dat wij tamelijk kansloos zijn in die omgeving. Die omgeving is sterker dan je wilskracht. Die omgeving is, en dan heb je natuurlijk tussen hoog en laag opgeleid, is ook nog wel een verschil, tenminste als we dat zien. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld niet door hoe wij gemanipuleerd worden door onze telefoon. En dat wordt alleen maar erger. Al die data die de grote jongens willen hebben, dat betekent dat ik de volgende keer dat ik, weet je, zoveel kilometer gereden heb, dan komt er een aanbieding. Ik drink graag koude chocomel, ijskoude chocomel. Dan krijg ik de volgende keer, op het moment dat ik in de buurt ben bij een pompstation, zeg ik, Mikkel, voor jou nu, aanbieding 2 chocomelletjes voor de prijs van 1. Mm-hmm. Nou, dan stop ik misschien toch even en dan neem ik 2 chocomelletjes. He? En dan heb ik 2 keer zoveel calorieën naar binnen. Dit zijn maar één van de voorbeelden. Ik zie het andere, ik gebruik dat vaak in lezingen en dergelijke, de telefoons voor kinderen. Je hebt een soort Snapchat, hè? Ik weet niet of je dat weet, maar daar zit ook een snapstreak in. Dus als jij en ik elkaar een Snapchatje sturen, dan komt er een eentje achter onze naam. Als we dat morgen weer doen, 2, overmorgen weer een 3'tje. Mijn dochter van 17 heeft ongeveer 300 snapstreaks en het langste is met haar nichtje, is meer dan 1000 dagen. Dus die kinderen verbreken dat niet, die krijgen letterlijk... Dan ga je weer naar nul als je een dag overgaat. Dan ga je weer naar nul. Dus dat verslavingsaspect is natuurlijk al ingebouwd. Ja. Dus dan krijg je even je moet nog eventjes je snapstreaks invullen. Bovendien, als je weer een berichtje krijgt, een beetje dopamine, het is heel geraffineerd. En langzaam maar zeker wordt die aandacht van onze kinderen, dus ik krijg nu onze kinderen, dat gebeurt natuurlijk op geraffineerde manieren ook met onze aandacht, wordt weggezogen. En dan komen die oeroude genen die fantastisch in elkaar gezet zijn, hè, noem ik het maar, die heel veel kunnen, we zijn een prachtige soort. Maar die worden in een hoek gedrukt waarbij ze, ik noem het maar, tamelijk weerloos zijn. Achterover zitten, kijken, de aandacht wordt opgesleurd. Ja, want het is interessant wat je zegt, dat onze oeroude instincten nu vermarkt worden door allerlei industrieën die ons willen laten eten, zitten en aan het schermpje gekluisterd willen houden. Ja. In je boek Oermens 2.0, fascinerend. Ik geniet er enorm van, omdat ik enorm veel overlappen lees ook met onze boodschap vanuit Oersterk. Ook het voorwoord van Maarten Frankhuis, oud-directeur van Artis, staat, zoals hij schrijft, Mikkel laat zien dat we nog steeds worden gestuurd en geregeerd door genetisch vastgelegde oeroude voortplantingsrituelen, gedragspatronen en overlevingsmechanismen. Nou, je laat ook in het begin van je boek al zien de radicale toename van obesitas, van ontstekingsziektes, diabetes, maar ook depressie en angst. Ja, het is natuurlijk een beetje een stomme vraag zou ik kunnen zeggen, want ik geef misschien het antwoord al. Maar is er dus ook een link, als het ware, tussen die oeroude voortplantingsrituelen en die gedragspatronen en overlevingsmechanismen en dus die radicale toename aan verlies eigenlijk van kwaliteit van leven vandaag? Ja, ik ontegenzeggelijk. Het is bijvoorbeeld voortplanting. Hè? Dat is, wij doen dat omdat dat onze nog steeds een hele goede manier is om onze genenpool te versterken. Heel actueel nu natuurlijk met onze weerstand en zo en ons immuunsysteem. Maar daarmee betekent bijvoorbeeld dat wij heel statusgevoelig zijn. Want als jij hoger in status bent, dan of hoger in rank en in hiërarchie, dan ben jij een aantrekkelijke kandidaat voor het andere geslacht. En heb je dus een grotere kans om een partner te vinden en jouw genenpool door te geven en daarmee ons als soort te versterken. Nou, die statusgevoeligheid, daar wordt constant mee gespeeld. Een ander voorbeeld wat ik vaak gebruik is de bioloog Frans de Waal. Dat experiment met die 2 aapjes die ongelijk behandeld worden. Wat er gebeurt is dat wij constant... Dat gebeurt eigenlijk in ons leven ook steeds. Wij worden constant, is er een nieuwe iPhone.
of een nieuwe boek of een nieuw merk. En zelfs onze kinderen worden daar nu al mee doodgegooid. Van, oh ja, weer is nieuws of weer een aanbieding. Of weer. En wat wij krijgen is op het moment dat ik zie dat jij al wel die nieuwe iPhone hebt, wij zijn collega's en ik niet, dan voel ik mij achtergesteld. Dan voel ik mij in status minder dan jij. Het staat zelfs al in de Bijbel, hè? Ongelijke beloning gebeurt allemaal. Daar zijn we heel gevoelig voor. Nou, de industrie, de luxe-industrie, marketing, speelt daar constant mee. Dus er is nooit, je had ooit de econoom Keynes, die zei 100 jaar geleden over 100 jaar, dan hoeven wij maar, zijn we 4 keer zo rijk, dan hoeven we maar 15 uur te werken voor een goed leven. Maar hij maakte geen onderscheid tussen needs, in het Engels, needs en wants. Mm-hmm. En de needs is een dak boven je hoofd, scholing voor je kinderen. Zuurstof, water. Ja. Gewoon de basis, hè, zou je kunnen zeggen. Maar de wants zijn oneindig. En daar wordt constant mee gespeeld. Dus, Goldwing of nog iets extra's of hier weer wat voor jou. Dus het is een soort race naar het bottom, maar hormonaal doet dat heel veel met ons. Ja, want het is fascinerend dat je zegt dat verschillen in rang en status ook terugkomen in onze hormoonspiegels. Dat die gevoeligheid dus gekaapt wordt door de industrie die ons continu wil laten consumeren. Maar wat mij betreft kom je dan ook bij een essentiële vraag. Is dat wel ethisch? Ja, nee, nou, het zou mij niet verbazen. Het zou me niet verbazen als wij over 20 jaar zeggen, smartphones aan onze kinderen, wij zijn gek geweest. Weet je wel? Het is cocaïne, kijkt wat het doet op het beloningscentrum in ons brein. Ja, jij bent een stukje jonger dan ik, maar ik weet niet of jij nog hebt meegemaakt dat je in het vliegtuig mocht roken. Nee, wel in de trein. Toen ik naar de VU ging, geneeskunde, in de rookcoupé, heb ik af en toe gezeten als er geen plek meer was. Ja, met die kleppies. Die stank die in die coupé al. Hè? Ja. En, maar in het vliegtuig had je ook achterin de laatste 10 stoelen. Daar werd gewoon gerookt. Nou, je kan het je niet meer voorstellen. Hè? Dus, en dat rook je in een heel vliegtuig, bedoel je? Dat rook je in een heel vliegtuig. En dat was dramatisch. Maar het zou best kunnen dat wij over 20 jaar natuurlijk zeggen, jongens, wat hebben wij gedaan? Ook met die smartphones. Maar ook misschien met alcohol of suiker. Suiker, ook een goed voorbeeld. Ja, want als je het toch hebt over die voortplantingsrituelen, lees ik ook in je boek dat vreemdgaan vanuit evolutionair perspectief misschien helemaal niet zo gek is. Kan je dat toelichten? Ja, ik kreeg op een gegeven moment iemand die in mijn omgeving zei, ja, dat boek, ja, ik ga het maar niet kopen, want het gaat over vreemdgaan, geloof ik. Hè? Nou, dat is het niet. Ik heb onder andere met Maarten Frankenhuis, is natuurlijk als oud-directeur, maar hij is ook gespecialiseerd op dit soort dingen, met name bij primaten. Maar het idee daarachter was, nog steeds, wij als mens zijn natuurlijk nog steeds geïnteresseerd om onze genenpool door te geven. En als je in kleine groepen zat, zoals vroeger, we denken dat groepen misschien maximaal 150 mensen, dat we over die steppen trokken, was het toch wel belangrijk om ze nu en dan misschien wat vers bloed te krijgen. Plus, de vrouwen wisten nooit helemaal zeker dat ze bij een partner dat 100% garantie was op goed nageslacht te hebben. Dus die maakte, dat is een van de theorieën, ik kan het nooit helemaal verklaren, maar je ziet wel dat er verschillende invloeden zijn natuurlijk in die genenpool. Dus een van de gedachten was dat die vrouw regelmatig uitstapjes maakt. Want de vrouw selecteert, hè? Dat is ook belangrijk. Dus een numbers game, een vrouw heeft 400 eitjes tot haar beschikking in het leven en die is heel selectief. Moeder natuur selecteert. Moeder natuur selecteert. Wij hebben als mannen maken wij 60 tot 80 miljoen zaadcellen per dag aan of zo. Wij zijn daar wat kwistiger mee, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Vrouwen zijn selectiever, maar een van de theorieën is dat ze regelmatig toch wat wandelingetjes maken, zou je kunnen zeggen, misschien met andere mannenpaarden. En daarmee natuurlijk ook weer, zou je kunnen zeggen, vers bloed, extra nieuwe genenpool halen. En zo dat uiteindelijk die genenpool versterkt is. Het is nog steeds ook, we denken dat we ongeveer toch 6% Neandertaler genen in onze genenpool hebben. Ja, maar dat is natuurlijk fascinerend als je kijkt naar onze evolutionaire oorsprong. En daarmee hoe ons lichaam in de evolutie ontstaan is. En bijna wat onze handleiding dus nodig heeft voor vitaliteit. Want helaas krijgen we die handleiding niet als we geboren worden. Die moeten we zelf eigenlijk uitvinden. En helaas gaan de meeste mensen pas op zoek als ze hun gezondheid zijn verloren. Om te kijken of ze weer kunnen terugkrijgen. Nou, veel mensen gaan ook op zoek naar bijvoorbeeld online of in boeken. Nou, ik lees ook een beetje grappend in je boek dat er een radicale toename is van zelfhulpboeken.
En dat het ook niet per se helpt als je tegen mensen zegt, ga 30 minuten bewegen. Wat je net ook al een beetje aangaf. Wat zijn in jouw optiek wel sterke ingangen om mensen intrinsiek dus in beweging te krijgen? Ja, ja. Ik praat natuurlijk een beetje tegen een expert ook hierop. Dus je weet zelf misschien ook een aantal dingen, maar even van een groot aantal dingen. Ik ben vrij dom hoor, dus alsjeblieft. Ja, 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 nee, maar de kern is natuurlijk dat je dat gezondheid voor veel mensen, er is geen instant gratification. Hè? Dat is natuurlijk het ding van ja. Tenzij mensen misschien zelfs dat wandelen prettig vinden. Misschien is het, moet je dus wat het beste is dat je de drempel zo laag mogelijk maakt en de reward zo hoog mogelijk. Dus en de drempel zo laag mogelijk is misschien door bijvoorbeeld een afspraak te maken. Hè, met een vriend of een vriendin en zeggen we gaan samen wandelen. Ik zwem elke dinsdag en ik vind dat, nou, s'avonds is dat, ik zit er nooit echt op te wachten. Want in dat koude bad en daar naartoe en dan ben je net thuis en je hebt net gegeten. Ik heb een afspraak met een vriendje gemaakt, een van mijn beste maatjes. En die afspraak is belangrijker. En het commitment naar hem toe vind ik belangrijker dan eigenlijk het zwemmen. Dus zo moet je voor jezelf gewoon kijken van wat werkt voor je. En als je dat bijvoorbeeld bij bewegen ook hebt. Niet eens zozeer die connotatie met gezondheid, maar bijvoorbeeld mindfulness is ongelooflijk populair nu. Maar hoeveel mensen wandelen en kijken echt goed naar de omgeving? Als ik aan het wandelen ben ik altijd aan het kijken of ik in het water bijvoorbeeld snoeken zie. Mm-hmm. Vind ik ongelooflijk leuk als ik er weer eentje zie. Of ik kijk naar boven. Of is het je wel eens opgevallen dat als je naar bomen kijkt, dat die blaadjes elkaar eigenlijk nooit raken. Dat is ook fascinerend. Nou, zo zijn er 100 dingen. Dus je moet eigenlijk met mensen een beetje in gesprek gaan. En vragen van ja, wat maakt het leuk? Of hoe zorg je dat het een ritueel wordt? Nou, je kijkt dus niet naar een schermpje. Als je buiten loopt. Dat is ook heel veel mensen lopen buiten met een schermpje. En dan nog zie je weinig. Ja, want ja. De vraag die ik stel komt natuurlijk ook een beetje voort uit. Heel veel mensen weten de juiste dingen wel. Dat ze wat gezonder moeten eten. Dat ze wat meer mogen bewegen. Ja. Dat ze wat eerder naar bed mogen. Ja. En wat meer mogen ontspannen. Dat ze wat meer sociaal moeten investeren in verbinding. Maar heel veel mensen die doen het dus niet. En advies zoals ga 30 minuten bewegen. Richt zich heel erg op die cortex. Op die cognitie, dus ik noem dat het mensbrein. Maar mensen komen in beweging vanuit het oerbrein. Je zegt terecht, en dat vind ik mooi, zorg dat de drempel zo laag mogelijk is. Bijvoorbeeld door met een buddy, heb je een stok achter je deur, ook als je geen zin hebt. En de reward, de beloning, zo groot mogelijk. Hebben jullie vanuit Lijfkracht ook een bepaalde strategie om werknemers meer te laten bewegen? Ik weet dat heel veel mensen die de podcast luisteren of kijken, ondernemers zijn, zzp'ers zijn. Nou, zeker ook als je een eigen bedrijf hebt. Het werk is nooit klaar, of de mailbox of de social media. En wat zijn nou praktische tips die jullie ook in het bedrijfsleven installeren? Ja, wat wij belangrijkste is, want het aardige waar we naar die bedrijven gaan, is dat je een cultuur krijgt waarbij het gewoon wordt. Hè? Dus na de lunch ga je met z'n allen wandelen. Gewoon, dat doe je. En als jij bij een bedrijf komt en de directie, je collega's doen dat, ook al heb je dat nooit gedaan, dan ga je gewoon mee. Je ziet het natuurlijk in Azië in die bedrijven, daar waar iedereen de tai chi staat op bepaalde dingen. Dat gaan we hier natuurlijk ook krijgen op een gegeven moment. Als het gewoon normaal is, dan gaan we dat doen. En wat je vraagt bij bedrijven als het niet is, is dat je altijd hoopt dat er een paar ambassadeurs zijn. Want de meeste mensen nemen het meest aan of leren het meest van hun collega's als hun collega's doen. Gedrag, dus wat ze zien, is bij je kinderen ook zo. Is besmettelijk. Wat ze zien is besmettelijk. Ja, gezond gedrag is besmettelijk. Ongezond gedrag is ook besmettelijk. Maar gewoon voorbeeldgedrag. En dan moet je een paar mee hebben en dan komt de rest. Ja, dus dan zie je dat werkvloeren na de lunch met z'n allen gaan bewegen. Ja, ook zo'n beetje zo'n vreselijk woord. De bilateraaltjes, hè, de bilaatjes. Maar dus één op één gesprekken. Gewoon natuurlijk, ga even wandelen. Tijdens de wandeling, je praat makkelijk met elkaar. Heerlijk. En dat wordt veel gedaan. En je ziet, als er een paar mensen zijn die dat doen, dan volgt de rest ook wel. Ja. Dus als je luistert, ga wat vaker wandelen.
Het is eigenlijk een vaste ankerpunt. Na mijn lunch ga ik wandelen. Dat ja, na mijn lunch ga ik wandelen. Ja. Ik stap altijd, dat is ook een bekend voorbeeld, 1 halte eerder uit. Je zou als werkgever er moeten zorgen, parkeerplaats is minimaal 500 meter verder weg. En dan moet je je werkgever dankbaar zijn. Dat is een pluspunt. Dat is een pluspunt, ja. Ik zeg ook wel eens gekscherend, maak het leven moeilijker. We richten, welvaart is dat alles zo makkelijk mogelijk wordt. Ja, het is natuurlijk te gek voor woorden. Als je ziet, een heel simpel voorbeeld bij een roltrap. Ons oerbrein zegt, hé, dat is energiebesparing. Maar ik kan me voorstellen dat een aantal mensen die slechter benen zijn, die hebben dat nodig. Maar 90% van die mensen op die roltrap, die kunnen prima 20 treden is het, denk ik. Hè? Dan ben je boven. Ja, dus die mensen volgen hun instinct, hun oerbrein. En je ziet bijvoorbeeld ook, vind ik ook interessant, dat treinreizigers gemiddeld 2000 stappen meer zetten per dag dan automobilisten. Ja. En dat treinreizigers daardoor, dat is heel veel mensen die met de trein reizen, die klagen natuurlijk terecht op de NS, want je hebt vertraging, je moet wat langer op perron blijven staan, dat is ook een voordeel, ja. Ja, als je het omdenkt. Maar die hebben een beter BMI, veel betere bloedmarkers en... Nou, dus eigenlijk ben je vitaler als je met de trein reist. Ook als je werkgever met de trein reizen stimuleert, bijvoorbeeld boven een leaseauto. Wat nu weer interessant is, omdat met corona heel veel mensen thuis werken en die leaseauto's wordt nu een stuk uitdagender, hoorde ik vanmorgen op de radio. Ja. Maar wat me enorm verbaast, is ook als ik jouw boek lees, maar daar zoveel essentiële kennis in staat, dat ik regelmatig weer even moet opstaan dat ik van mijn stoel ben afgevallen. Informatie wat zo logisch is en waarvan ik vind dat iedereen dat zou moeten leren, misschien ook kinderen in het basisonderwijs. Je schrijft zelf ook dat we onze auto naar een monteur brengen in de garage. En een auto is natuurlijk dooie materie, hè? Dat is fragiel. En zo kijken we ook naar ons lichaam, dat wordt ons als kind ook geleerd. Als je iets mankeert, dan ga je naar een dokter in een witte jas. Dus de dokter is eigenlijk onze monteur geworden, terwijl wij zijn levende materie. We hebben een zelfherstellend vermogen en we zijn antifragiel. Hoe kunnen we nou die essentiële kennis, dus ik maak een rondje, hoe kunnen we die mensen leren en moeten we die niet uiteindelijk al in het basisonderwijs krijgen? Ja, dat is natuurlijk waar... Waar je bijna hebt, elk wereldprobleem zou je kunnen zeggen, dan zeggen we weer onderwijs en educatie. De kern zit er een beetje, en ik sprak laatst iemand die verantwoordelijk is voor een groot aantal scholen, die zei, het probleem is een beetje ook dat wij leraren, heel veel, het zijn ook uitvoerders geworden, ook alles daar weer, die begon de introductie dat ik me nogal afzet tegen angstig, wij zijn een maatschappij geworden waar alles gecontroleerd moet worden. Voordat wij een nieuw curriculum in Nederland hebben, kost 20 jaar of zo. Klopt. Dat is echt, hè, met de 21st century skills. Nou, ik denk dat we in de 22nd century, dat we het eens zijn over de 21st century skills. Dus heel veel professionals, die leraren, die willen wel. Hè? Mm-hmm. Die willen wel bewegen. Die begrijpen ook dat als jij kinderen tijdens een dag 2 uurtjes, en vooral drukke jongetjes, lekker een beetje laat bewegen, dan letten ze daarna beter op. Maar de onderwijsinspectie, de dingen, het is We houden elkaar eigenlijk erg gevangen. En ik denk dat het zeker in deze tijd, met de kennis die we nu hebben, dat ongelooflijk belangrijk zou zijn dat als wij kinderen leren, het zelfherstellend vermogen. Ik ben zelf altijd een groot voorstander, de stoïcijnse levenskunst, mentale weerbaarheid, mentale veerkracht. Dat een beetje de connectie tussen body en mind. Laat ze zelf weer gewoon eens tomaten telen. Allemaal dat soort dingetjes. Hè. We zijn het allemaal verleerd. De oorsprong. Ja, een beetje wel. Ja. En ja, de vooruitgang maakt ons uiteindelijk dommer en afhankelijker. Hoe blijf je zelf mentaal weerbaar met alle rollen en activiteiten die je hebt? Nou ja, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld de cursus Stoïcijnse levenskunst gevolgd. Hè. Bij de Internationale School voor Wijsbegeerte in de buurt van Amersfoort, in Leusden zit het, geloof ik. Ja, dat was hartstikke leuk. Dus ik probeer zelf, ik lees heel veel. Wat waren je belangrijkste inzichten uit die cursus? Of het de basis van de Stoïcijnen is, je mag natuurlijk best echt emoties hebben. Maar focus je nou op datgene waar je invloed op hebt. En wat ik zelf wel aardig vond, en dat zal jou als ondernemer ook aanspreken, het is een actiegerichte filosofie. Dus... ik kan heel veel energie kwijtraken. Laten we zeggen, wij kunnen
ontzettend met elkaar heel boos gaan doen dat het onderwijs en geïrriteerd en dingen. We kunnen ook zeggen, we gaan zelf een school opzetten. En dan gaan we het wel op onze manier doen. Dat is actiegericht. En ik heb liever, denk ik, ja, klagen en bezig zijn met dingen waar je geen invloed op hebt, kost heel veel energie. Ja. En laten we nou die energie gebruiken voor datgene wat we, ja, waar we invloed op hebben. En dat vond ik ook weer mooi in deze coronatijd. Hup, ja, het was wel weer spannend, toch? Mm-hmm. Moet je zelf weer opnieuw uitvinden. Maar wat je dus eigenlijk zegt, Mahatma Gandhi zei het ook al, wees de verandering die je zelf wil zien in deze wereld. Ja, ja, ja. En het, kijk, en tuurlijk zijn er momenten dat je zelf ook onzeker bent, dat je jezelf zorgen maakt. Nobody is perfect. Mm-hmm. Dat vind ik ook wel erg belangrijk. Laat ook zien dat je zelf soms kwetsbaar bent en dat je het soms even niet weet en dat je hulp nodig hebt. Maar dat is menselijk. En slaap dan soms even over. Of ga. Ik weet in ieder geval wat ik gedaan heb in deze tijd is dat ik in ieder geval heel goed voor mezelf heb gezorgd. Veel slapen, veel naar buiten, veel sporten, ja, goed eten. Heeft de coronacrisis gezorgd voor het bedrijf Lifeguard voor juist meer drukte en aanvragen, omdat mensen nu steeds meer vitaliteit op de agenda hebben, of ook wel voor wat spanningen en zorgen of een stukje crisis? Ja, ja, ja. In eerste instantie werd alles in maart werden alle trainingen afgezegd, hè? Want we deden 250, 300 trainingen per maand voor bedrijven. En nou, die gingen even naar nul. Ja, we mochten dat is nog nooit in die 18 jaar gebeurd, neem ik aan. Nee. Van alles naar nul. Onze coaching ging wel door, meteen ook digitaal. Nou, nu doen we weer zo'n 150, 200 digitale trainingen. En gaat waanzinnig goed, leren we van nieuwe leerstijlen, nieuwe manieren. En wat we wel zien is een aantal nieuwe klanten erbij. Omdat we, ja, gezondheid blijft wel een thema. Dus wij denken langer termijn dat dit echt goed voor ons is. Werkleven gaat meer door elkaar lopen. Psychische stress wordt groter. Sommige thuissituaties geven veel druk. Maar het was ook wel even aanpassen. Ja. Ja. Dat aanpassen deed je zelf dus door onder andere zeg je veel te slapen. Wat is voor jou veel slapen? Nou, dan ga ik. Mijn ideale schema is dat ik om een uur of 10:30 in mijn bed lig. Een half uur lees. En dan om 7:00 opstaan. Ja, dus je hebt 8:00 rechts nachts. Ja. 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 En veel bewegen, zeg je? Ja. Wat heb je voorkeur? Ik loop 2 keer hard. Ik doe elke ochtend een kwartiertje yoga. Ik zeg dat het yoga is. Ik ben blij dat daar geen camera op staat. Mm-hmm. Maar het is een beetje stretchen en bewegen. Ja. Met een app heb ik. En dan en ik zwem 1 keer per week. En we zijn weer een beetje aan het voetballen. Dus dat is lekker. Ja, en ik hoor voeding. Wat zijn je voedingspijlers waar je dan op terugvalt? Ja, ik hou erg van koken. Dus één van de dingen die ik nu doe, is dat ik ook met mijn kinderen probeer te koken. Dat is hartstikke leuk. Ik kon net een dochter van 17. Ja, goed. Die kookt mee dan? Die heeft er gevoel voor. Maar ik heb ook 2 zoontjes van 15 en 13. En nou, vind ik ook leuk dat ze een beetje koken. En zo is het maar een beetje snijden en doen, hè. Maar het is gewoon leuk om met elkaar te doen. En we weten 1 ding over voeding. Als je het zelf maakt, is het altijd gezonder dan als je het koopt. Wat is je lievelingsrecept? Ik heb niet één lievelingsrecept. Wat ik wel heel leuk vind. Nou, waar je bijvoorbeeld voor wakker kan maken. En wat ik zelf heel veel maak. Is dan koop ik goed brood. Gewoon een beetje zuurdezenbrood. En dan maak ik bruschetta achter. Dus gewoon tomaat. Klein beetje ui, basilicum, zout, peper, olie. Heerlijk. Heerlijk. Allemaal verse ingrediënten. In ieder geval verse ingrediënten, ja. Want je begon de intro al, wat je zegt met betrekking tot vervelende situaties of angst. Je schrijft in je boek ook dat we als mens een negativity bias hebben. Hè? Dat ons brein gevoeliger is voor pijn dan voor plezier. Hoe kunnen we dat enerzijds erkennen, doe je al als je het weet. Maar hoe kunnen we daar op een eigenlijk voelende manier mee omgaan? Ja, ja, die kant is, dat maak ik me het meest zorgen over eigenlijk. Hè? Want dat is met de hoeveelheid informatie die we nu hebben, ontkomt ons brein er bijna niet aan. Als ik nu hoor dat er een TBS'er op straat is, die een kinderverkrachter is of zo, weet je wel. Als ik dat hoor, dan gaat mijn brein automatisch denken,
Dat is, ik hoop niet dat hij in de buurt komt van bij mijn kinderen. Of moet, dus dat zijn allemaal scenario's. Dus met alle informatie die we krijgen, ontkom je er bijna niet aan om dat soort scenario's te gaan. Dus we weten ook dat als je goed uitgerust bent, dat je hoofd en bijzaken beter van elkaar kan scheiden. Dus dat is wel een vereiste. Maar je ziet nu bijvoorbeeld, ik ben op een gegeven moment echt gestopt met bijdragen in verschillende appgroepjes. Helemaal gek van. Iedereen had een mening. Ik hou enorm van de krant lezen. Maar ik lees bijna niks meer over de corona aanpak en de crisis. Want het is, het gaat zoveel kanten op. En je kan er somber van worden als je oppast. Je hebt geen controle. Ja, maar ik vind het zelf niet erg om controle te hebben. Die illusie heb ik sowieso gegeven, dat we controle in het leven hebben. Dat helpt ook al, hè? Maar dan ga je nog een stapje verder als je het echt over... Ik ben niet bang voor de dood. Dat roep ik nu heel stoer, maar ik denk dat ik... En ik wil graag nog een tijdje doorleven, want ik geniet er wel van hier. Maar dat zie ik nu ook. Onze weet je, de manier waarop wij met sterfelijkheid omgaan, is in Nederland natuurlijk... We slaan het bijna niet meer toe. Hebben wij die mensen in die verzorgingshuizen gevraagd... Wil je ziek worden? Ga je deze quarantaine in? Die mensen zitten daar al in de laatste fase van hun leven. Een van de allerergste dingen is dat ze in hun eentje sterven. Sociale isolatie. Sociale isolatie, is, dat weten we ook al. Dat misschien wel negatiever is dan blootstaan aan bepaalde bacteriën of virussen. Dus... de maakbaarheid en de controle van de samenleving is natuurlijk is een grap, maar vanuit die negativity bias. We proberen steeds meer alles te controleren in het leven. En we komen ook steeds meer achter dat het niet te controleren is. Maar hoe komt het dat heel veel mensen die grap niet doorzien? Ik denk omdat het ook heel subtiel gebeurt. Hè? Dus... Ik geef wel ook wel zo'n voorbeeld. En een claimcultuur zijn we creëren. Vroeger zeiden wij van... laat je kinderen maar lekker in de bossen spelen. Is goed voor ze. Hè? Worden ze lekker vies. Vallen ze een keer uit de boom. Een van de belangrijkste voorwaarden van spelen... is dat het zonder toezicht gebeurt. Dat is bijna niet meer mogelijk. Dus dit zijn allemaal... Zo zijn er honderden subtiele dingen. Laten we onder een speeltoestel maken we zachte tegeltjes. Want als die kinderen vallen... Ja, dan leer je toch niet. Als ik een keer... Johan Cruijff zei vroeger altijd... Je moet leren voetballen op een stenen pleintje. Want als je dan valt, hè, dan doet het echt pijn. Dus dan zorg je dat je op de been blijft. En dan kan je door. Nou, weet je, dat soort gedachten. En we zijn met elkaar natuurlijk die welvaartsmaatschappij... die dingen makkelijk maakt. Probeert te controleren en alles. Zorgt er uiteindelijk voor dat we juist wel afhankelijker worden. Angstiger worden. Dus het is verschrikkelijk subtiel. Ja, het is mooi wat je zegt, dat we pijn juist kunnen gebruiken als groei. En dat we nu zeg maar, pijn van ons willen afdrukken, of tenminste uitstellen, of wegdrukken, letterlijk ook in de geneeskunde worden met medicijnen, waardoor de moderne mens steeds meer pijn krijgt. Ja. Nou, als je het hebt over angst, heel veel mensen houden dus angstvallig vast aan het leven. Ja. Nou, je zegt zelf heel mooi van, ik ben zelf niet bang voor de dood. Hoe komt dat? Ik heb ook wat ervaringen, onder andere met psychedelica heb ik ook gedaan. Ook voor het boek, wij zijn als mensheid... Ayahuasca. Er zijn oude rotstekeningen dat wij waarschijnlijk paddenstoeltjes gegeten hebben en zo vroeger. En wat ik wel zie is dat wij hier in het Westen hebben wij een bepaalde visie op gezondheid en medicatie. We staan weinig open voor wat natuurvolken doen. Dus ik dacht, ik ga het eens een keer doen. En dat moet je niet, moet je echt wel een goede begeleiding doen. Want het gevaar is altijd met dit soort dingen, is dat het weer een soort... Oh leuk, we gaan alles eens even proberen en een beetje partyachtige dingen worden. Dit is echt wel onder serieuze begeleiding. En dan voel je veel meer een soort connectie weer met het geheel, met de aarde. Dus ik voel mij echt... Wij zijn natuur. Mensen zijn natuur. En bij natuur hoort bij dat je... in een soort cyclus komt. En als je van een hele grote afstand kijkt, dan die zien misschien allemaal mensjes weer doodgaan en nieuwe mensjes bijkomen. Dus misschien net als een soort bladeren. Zo zijn wij ook. Mm-hmm. En ik vind ook het ouder worden geeft ook ontzettend veel leuke dingen. Je wordt wat rustiger, je bent wat gematigder, je hebt echt dingen geleerd, je hebt wat meegemaakt. Eigenlijk is het een prachtige cyclus die voor ons is uitgedacht. En daar moeten we
Ja, in elke fase is wat te leren. En als je te krampachtig vasthoudt om alles maar hetzelfde. Ja, als je alles controleert, dan gaat het de toekomst te veel op het verleden lijken. En dat is doodzonde. Absoluut. Wat is dan jouw perspectief in deze context van dat we een sterfelijk lichaam hebben en een onsterfelijke ziel? Ja, dat vind ik nog best moeilijk. Daar heb ik niet eens ook echt zo'n beeld van. Hè? Bewustzijn blijft een interessant fenomeen. En daar hebben... Kwantumfysica. Ja. Maar daar hebben ontzettend veel mensen over nagedacht. De oorsprong van het leven en dergelijke. Dus dat, ik ben wel allerlei boeken aan het lezen. Maar wat ik zie is als je er te veel over na gaat denken. En te veel over weten. Dan kan je er ook in blijven hangen. Mm-hmm. En wat je wel ziet in wijsheid, tradities en zo. Is, en dat zie je natuurlijk ook in mindfulness. Is, jongens, geniet dus van het leven. Geniet nu van op dit moment. Wat ik net zei. Als je naar buiten loopt. En je ziet dus snoeken in het water. En je... Verbaas je eens even over hoe zo'n boom eigenlijk weer al die bladeren in 3 maanden weer aan de bomen zitten. En ja, nu de frisse lucht, de gekke mensen die je voorbij ziet lopen. Zonnetje op je huid. Dat is natuurlijk eigenlijk de essentie als je het over geluk hebt, als je daarvan ook kan genieten. Maar al die dingen die je noemt, die zijn niet te koop. Ik zie niet in advertenties langskomen op Instagram. Van heb je gezien dat er 1 centimeter ruimte tussen je 2 eikenbladeren zit? Zo niet swipe up. Weet je? Maar er wordt natuurlijk ons iets voorgehouden. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zie... een illusie. Mijn eigen brein werkt ook zo natuurlijk. Mm. Hè? Dat zie ik en dan denk ik, goh, de Caribbean. En dan zit je daar in je huisje. En dan denk ik, als ik daar een week zou zitten, zou ik denk ik enorm van genieten. Een keer of zo. Maar alles wordt inderdaad alsof het geluk dat vooral in bezit en in reis en dingen zit. En ja, daar worden we mee gek gemaakt. En ook nogmaals hormonaal. Want als ik dan zie dat jij wel hele mooie en dure vakanties hebt. Of een hele dure auto rijdt of een heel groot huis woont. Dan moet ik ergens verzetten, joh. Zorg dat je brein niet die kant van het brein aanzet, maar dat je gewoon geniet van de dingen waar je wel invloed op hebt en die je leuk vindt. En die, want uiteindelijk is dat de basis. Is dat qua rang en status ook meer iets van mannen? Als we willen allemaal misschien de alfa man op de apenrot zijn, hebben vrouwen dat minder? Die hebben dat minder. Tenminste, dat is mijn ervaring. Maar wat je wel ziet is dat veel vrouwen ook op een gegeven moment voor zekerheid kiezen. Hè, ook in een relatie, dat ze ook denken, nou, als iemand wel gesteld is, wat we dus vooral materieel zien, dan geeft dat ook weer een grotere kans voor mijn kinderen. Dus er zit ook weer in die genetische doorgeven van de pool. Daarom zijn er ook veel vrouwen die gewoon welgestelde mannen aantrekkelijk vinden. Mm-hmm. Ja, dus het heeft ook wel een evolutionaire grondslag. Ja, heeft een evolutionaire grondslag. Ja. Ja. En ik denk wel wat je gaat krijgen is dat er natuurlijk, je ziet dat veel meer vrouwen zelfstandig zijn. Dus die gaan dan misschien ook voor mannen die misschien wel bomendokter zijn of op een andere manier bij zijn researcher of arts of weet je. Die geen financiële zekerheid hoeven te geven. Nee. Maar we leven vanuit passie en dan niet per se bezig zijn misschien met het materiële en geld. Ja, en dat zie je natuurlijk nu wel. Eigenlijk zie je het ook wel, ze zeggen dat is de jonge generatie, maar je ziet het ook wel in mijn generatie terugkomen. Kijk, ik ben 51 nu, wij zijn een beetje, toen ik van de universiteit kwam, waren er weinig banen. Je ging gewoon aan het werk, niet zeiken. Maar mensen zien nu ook wel, hey, ik heb ook een leefstijl gehad die ook bepaalde invloed op de planeet heeft. Ik geniet ook van buiten zijn. Langzaam, zeker met elkaar, zijn er echt wel goede bewegingen aan het zien. We zijn met elkaar ook wel best goede dingen aan doen. De enorme aandacht nu voor leefstijl, voor gezondheid, andere manier. Hè, daar hebben we zelf natuurlijk ook aan bijgedragen. Maar je ziet langzaam maar zeker meer artsen zich uitspreken over preventie. Ja. De revolutie is in volle gang. Hè? Daar zijn we alle twee een schakeltje in. En wat natuurlijk enorm interessant is aan jouw verhaal. Je bent auteur van het boek Oermens 2.0. Je bent oprichter van Lifeguard 18 jaar geleden. Maar je was oorspronkelijk bankier, onder andere voor ABN AMRO in Londen. Ja. Hoe komt die transitie? Ja, ik moet zeggen dat bankier, daar heb ik ook ongelooflijk veel van geleerd. Hè. Dat moet je ook. Ik genoot wel van die omgeving. Ik zat in de dealing room in Londen. High pressure, 's ochtends vroeg beginnen. Een beetje hoog macho gehad. Ik heb daar wel van genoten, moet ik eerlijk zeggen.
Maar op een gegeven moment dan ga je ook in een ander team. En voor mij zijn keuzes in het leven nooit zo zwart-wit of het lijkt radicaal. Maar als ik op dat moment misschien een baan had aangeboden gekregen in... het was ook een mogelijkheid dat ik misschien naar Libanon zou gaan. Dat had ik misschien ook kunnen doen. En dan was mijn leven heel anders gelopen. Was je in het bankwezen gebleven? Misschien wel. Ik weet het echt niet. Dus het is ook... aan de andere kant, wat ik voor mij altijd de belangrijkste beweegreden was om voor mezelf te beginnen, was eigen baas, vrijheid. Gewoon zelf in staat zijn dingen kunnen creëren, niet afhankelijk van andere mensen. Nou, je weet ook al, ondernemerschap, dat is ook niet altijd even makkelijk. En als je medewerkers krijgt, dan voel je ongelooflijk verantwoordelijk. Maar de basis was, ik ga vrij, een vrije geest ontwikkelen. Nou, still working on it, work in progress. Ja, want soms kan het bedrijf ook een gouden kooi zijn, hè, waarin je dan misschien die vrijheid niet hebt. Ja. Als je zo terugkijkt op die 18 jaar ook met Lifeguard, wat overheerst dan? Ongelooflijk veel plezier. Maar ook wel doorzetten. Hè, nu ook weer, wij gingen natuurlijk als een speer afgelopen jaar, maar ook begin dit jaar. En we hebben, groei gaat altijd in cirkels, zou je kunnen zeggen. Hopelijk wel uiteindelijk de goede kant op. Maar dat je toch even jezelf moet zeggen, we gaan weer even 2 jaar terug in omzet of zo. En we moeten weer. Ik merk wel dat het toch wel weer even, dat eindeloos doorzetten, dat hoort ook bij ondernemerschap. Mm-hmm. En ik ben er wel sterker door geworden, weerbaarder door geworden. En nooit opgeven, maar wat overheerst, wat je zegt, is plezier. Plezier. Dat is misschien wel de smeerolie die je nodig hebt om het vol te houden. Plezier, het idee dat je kan creëren. En ik heb heel veel leuke en gekke mensen ontmoet. Dat vond ik ook zo leuk. Wat is de leukste of de gekste ervaring die je hebt gehad? Nou, ik heb heel veel hoogleraren ontmoet die zo gepassioneerd waren in een vak. Sommige mensen zouden ze een beetje wereldvreemd noemen, bij wijze van spreken. Maar bijvoorbeeld ook een boek schrijven met iemand als Maarten Frankhuis. Ik ben geboren tegenover Arthurs. De eerste 2 jaar van mijn leven nam mijn moeder mij elke dag mee naar Arthurs. Op de plantage. Op de plantagelaan. En die had zo'n abonnement. En dan schrijf ik bijna 50 jaar later een boek met de voormalig directeur van Arthurs. Ja, dat vind ik leuke verhaallijnen die bij elkaar komen. Mooi, leuk, ja. Ja, want je bent ondernemer, nou, je bent schrijver, je bent vader, je geeft aan, je hebt 3 kinderen, een dochter van 17 en een zoon van 15 en 13. Ik ben zelf vader van Noah en James. Noah is 10 geworden afgelopen week en James is 1 jaar. Dus ook 2 verschillende maanden, maar opvoeden enorm uitdagend. Nou, je bent bezig met vitaliteit in al die organisaties. Je benoemt net dat je met je kinderen kookt. Je benoemt het ook de uitdaging van je dochter van het schermpje met een Snapchat en zo'n streak van 1000 dagen al met een nichtje. Ja. Hoe bespreek je, of is het juist gewoon van wat je net al zei, ook van ik leef het voort, een stukje vitaliteit. Hoe zorg je dat je kinderen ook een vitale leefstijl hebben? Ja, nou, het is best moeilijk, want mijn jongste die heeft best een beetje overgewicht. Hè. Die best, je zoon van 13? Mijn zoon van 13, waarvan ik denk van, en dat is omdat hij gewoon een andere bouw heeft, hij eet hetzelfde. Ik denk wel dat hij meer snoept hier en daar. Dat is gewoon moeilijk. Hè. Zit in de brugklas of de tweede? Een brugklas, ja. Superleuke ventje, heel attent, super sociaal. En ik probeer dan een paar keer met hem te gaan hardlopen. Maar ik merk hoe moeilijk het is, hè? Want je wil niet te veel stigmatiseren. Je wil niet dat hij een soort trauma krijgt. Aan de andere kant vind ik dat je hem ook moet aanspreken. Ik vind opvoeden hartstikke lastig. En er zit iets in mij, in mijn eigen soort drang naar vrijheid, dat ik vind dat die kinderen echt een kans moeten hebben om zichzelf te ontwikkelen. En dat ik gewoon wat voorwaarden moet scheppen. Mm-hmm. Maar, Met minimale sturing. Minimale sturing. Aan de andere kant zie je dan ook dat in deze omgeving. Ik ben ook niet altijd gewoon een goede vader. Of niet altijd dat ik alle aandacht heb. Dat moet je gewoon zeggen. En dat moet je met elkaar zien. We proberen altijd samen te eten.
dingen samen te doen. We gaan, dit jaar gaan we interrailen met elkaar, met de hele familie. Dat lijkt ons ook wel leuk om dat weer eens te doen. Dus we proberen de dingen wel. Maar ik vind ook wel dat die kinderen... Je ziet ook dat ze zich wel onttrekken, zeker in die leeftijd. En met vriendjes. En dan worden ze getarget ook weer door de McDonald's. En, door de, en dan ja, heb ik niet altijd grip op. En ik hou niet van controle. Maar vind je dat, ik vind je trouwens enorm eerlijk en transparant. Dus dat is enorm inspirerend als je dat ook naar je kinderen bent. Dat is een mooi voorbeeld. Maar dat is natuurlijk best denk ik vanuit ons vakgebied en de kennis die we hebben. Ook ja. Met betrekking tot de kennis die we delen in boeken. Dat, nou niet dat het bij de loodgieter thuis ook lekt, maar dat het uitdaagt. Ik bedoel, zet mij op een podium, laat me een bedrijf. Ja. Ik bedoel, ik geef lezingen, workshop, net als jij. Dat is soms makkelijker, of vaak makkelijker, of makkelijker dan... Dan ook thuis. Dat is een enorme confronterende spiegel, wat ik het ook vind. Omdat je kinderen altijd reflecteren op je eigen programma's en geloofsovertuigingen. Maar soms misschien ook wel in je falen tussen wat je zou willen zien. Of wat je zou vanuit de kennis die je hebt en dat ze andere dingen doen of laten. Ja. Heb je daar ook een soort, dus als je het hebt over die mentale veerkracht, een soort ontspannenheid in vanuit die minimale sturing van het komt vanzelf goed en ik ben er als ze me nodig hebben? Of kan je daar ook stress of pieken of zorgen van hebben? Nee, ik heb wel, we hebben een kinderarts waar ik veel mee spreek, dat is een vriend van me. En die zegt, het is heel belangrijk, emotionele veiligheid is het allerbelangrijkste. Mm. Dus ik probeer ze ook echt wel regelmatig vast te pakken en even te zeggen, ik hou van je. Dat weet je, ik hou van je, zeg ik dan. Ja, het is een beetje zo. Maar, en er zijn momenten, zeker in die puberleeftijd, dat ze wat aan je vragen of dat ze even ergens mee zitten. En hij zei, dan moet je er even zijn. Dus dat probeer ik wel. Dat is natuurlijk ook wat we in werk en ook wel hebben, is dat je goed moet weten wanneer je even totale aandacht voor iets of iemand moet hebben. En daar doe ik echt wel mijn best voor om dat te doen. Ja, want het mooie is dat als ik nu kijk naar mijn twee zoons, dat ik dacht van Noah, die was inmiddels maar natuurlijk oud genoeg om te kunnen lopen, fietsen, zelfstandig. En James is nu 1,5. Nou, dan moet je echt voor hem zijn, want die begint nu een beetje met praten. Maar die gaat rennen en die valt. Nou, je helpt met opstaan. Hij heeft pijn en je komt even bij en je troost hem. Dat is veel meer een soort fysieke aanwezigheid wat nodig is. En Noah komt nu veel meer met levensvragen. En je hebt veel meer, en wat je zegt ook als je kinderen denken straks gaan puberen, dat je dat het misschien nog wel intenser is dan die fase als ze 1-2 zijn. En dat je ze qua fysieke veiligheid in de gaten moet houden. Maar nou word je ook een beetje geraadpleegd als qua emotionele veiligheid, maar ook qua papa heb alle antwoorden. Of papa, hoe ga jij hiermee om? Dus ik vind die uitdaging, wat jij ook zegt, wat mij lijkt van 13, 15, 17. Misschien nog wel uitdagender dan als je kinderen klein zijn. Die wordt uitdagender. Ja. Het eerste is misschien kost meer tijd. Het andere is moeilijker. Dat zeggen ze natuurlijk ook wel eens. Kleine kinderen kleine problemen, grote kinderen grote problemen. Mm-hmm. dat is wel zo. En even touch wood. Hè. Tot nu toe, de dingen die ze hebben, zijn geen... ik heb geen kind wat... echt psychische problemen heeft of eetstoornissen of weet je. En er zijn natuurlijk best veel ouders die dat wel hebben. En dat reken maar dat impact heeft. Dat maakt extra uitdagend. Ja, het is echt heftig. Ja. Nou, je geeft aan voor je balans dat je veel sport, dat je onder andere zwemt. Ik las ook dat je medeoprichter bent van de Amsterdam City Swim. Hoe is dat toen zo gekomen? Ja, dat is ook wel... dat zijn er wel leuke... Beetje bijna toevalligheden, die gebeuren in je leven. Omdat wij gingen zwemmen voor een vriendje van ons die ALS had. Dat was een jaar of 10 geleden toen... Een terminale spierziekte. Degeneratief, echt vreselijke ziekte. Waarbij alles verlamd, hè, eigenlijk. We gingen geld ophalen in een swim in Turkije. Over de Hellespont gingen we zwemmen. Toen waren we op de weg terug in een busje richting Istanbul. En toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar, waarom kunnen we eigenlijk in Nederland niet zwemmen? En toen zei iemand anders van, nou, laten we dat eens in de grachten van Amsterdam doen. En Waternet, de beheer van het water in Amsterdam, is een klant van Lifeguard. Dus ik had goed contact met de directeur en ik heb hem geappt in dat busje. Ik zei, mogen we zwemmen in de grachten van Amsterdam? Hij zei, lijkt me een fantastisch idee, want wij zijn al jaren bezig om die kwaliteit van dat water te verbeteren. En dit zou natuurlijk een prachtig voorbeeld zijn. En toen wisten we nog niet dat we
Maxima zo gek konden krijgen dat hij in tijdens de koningin was toen nog kroonprinses. Maar ik moet zeggen, dat was de beste reclame ooit. En zij heeft gewoon 2 kilometer borstcrawl in die grachten gedaan. En vanaf dat moment stond het evenement. En dat is wel heel mooi. We doen het nog steeds. Ik zit niet meer in het bestuur zelf. Maar we hebben ook gezwommen in New York. We hebben gezwommen in Londen. Het enige is, die vriend van ons is helaas overleden. Er is nog steeds geen oplossing voor ALS. Mm-hmm. Dus dat is de bittere afdronk, zou je kunnen zeggen. Het was wel een... Amyotrofische laterale sclerose, ALS, zijn natuurlijk bezig enerzijds met stamcellen, maar heel veel verschillende initiatieven wereldwijd, maar inderdaad nog steeds geen genezing. Nee. Maar het mooie is wel, vind ik, aan het verhaal, is dat dat ene appje in Turkije, waar je gelijk die ingeving maar gelijk daar een actie aan verbinden, wat daar dan uit voorkomt. Ja. Dus eigenlijk het potentieel wat ieder mens heeft, als je een ingeving hebt en daar dus ook dan naar luistert, dat vormgeeft. Ja, dat is misschien wel, weet je, dat we natuurlijk ook allebei, dat we het net even over vanuit ondernemerschap dingen creëren. En dat is wel heel leuk, omdat dat ging, zo'n swim, dingen voor elkaar krijgen, dat is natuurlijk leuk. Actiegericht, in het begin toen we bij de gemeente Amsterdam kwamen, want waternet wilde wel, maar kon natuurlijk niet. En de Amstel moest worden afgezegd, en hoe gaan we dat allemaal doen? En dat maakt het wel leuk. Als het allemaal makkelijk is, dan leren we. Dat was voor de gemeente Amsterdam het idee van een gek bijna. Om met een groep in een gracht te gaan zwemmen. Ja, toen wel. Maar toch in de loop der jaren, tenminste, zijn ze mee gaan denken. En dat is nu natuurlijk bijna een initiatief wat je niet meer kan wegdenken. Ja, maar het is wel interessant als we het over gezondheid en weerbaarheid spreken. We worden natuurlijk ook daar weer, hoe meer we weten, hoe voorzichtiger we worden. Dus wat voor ziekten zitten er eigenlijk allemaal wel niet in het water? Ik geloof dat je nu, we hebben een keer gehad dat veel mensen ziek zijn geworden omdat er net een overstroming was geweest. En, qua algen, van het riool en E. coli en dergelijke. Ja. En, ook daar weer kennis, maar hoe meer we weten, hoe voorzichtiger we worden. Ja. Terwijl... Ja, het wel kan, het zwemmen in de gracht. En dat is een interessante balans in de maatschappij met een taak die aan mensen geeft, publieke taak aan bijvoorbeeld een GGD, en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ja. Wat we wel gelukkig zien is dat het buitenzwemmen een enorme vaart heeft genomen. Ja, ook onder andere door Wim Hof, hè, dat mensen koud douchen en in buiten, hè, ook in de winter, in meren, in rivieren, in grachten zwemmen. Ja, absoluut. Dat is iets wat natuurlijk een enorme positieve prikkel is op het immuunsysteem, op het autonome zenuwstelsel en op ons brein. Ja. 3 systemen onder vitaliteit. Ja. Ik lees op je website dat je staat voor een wereld waar we vriendelijk zijn, dat we met respect voor de wereld en iedereen die daar woont. Nou, ik hoor al een beetje terug dat je dat zelf ook doet als je in de natuur loopt. Is dat ook voor jou dus al een gewoonte geworden? Ja. Nee, maar het, kijk, wat we zien, vriendelijkheid bijvoorbeeld, wat ik wil zeggen, dus is verwonder je. Lukt het je nog om verwonderd te worden door kleine dingen? Dat is natuurlijk eigenlijk een mooie maatstaf. Mm-hmm. Niet alles hoeft groots en meeslepend te zijn. En als je dat, en ik weet hoe daden van vriendelijkheid, dat zie je natuurlijk ook hier, als gewoon mensen aardig tegen je zijn en vriendelijk tegen je zijn. Dat is toch, denk ik, dat is het minste wat je kunt doen. Hè? Als er ergens een verkeersregelaar staat, dan kan je ook tegen die man zeggen, bedankt dat je even moeite doet. Dan is het in ieder geval een stuk prettiger dan dat je gaat zitten van, hoe zit hij nou hier en doet zijn werk niet goed en waarom mogen die hier? We kunnen zo zuur zijn met elkaar, we kunnen zo negatief. En ik vind vriendelijkheid bijna, dus als je dat durft te zijn, is ook een... teken van zelfvertrouwen. Wees eerst maar vriendelijk en dan zien we wel wat er gebeurt. Ja, maar dat is natuurlijk. Maar ben je dan ook iemand die continu mensen groet of gewoon contact zoekt? Of dus ja, zijn wel een klein ding, een knikje of inderdaad een bedankje. Ja. Want dat is natuurlijk fascinerend. Tenminste, misschien een beetje een vooroordeel dat je. Er is zo'n gezegde van: ik kan een beetje afleiden hoe ethisch mensen zijn, maar spreken hoe ze met.
met huisdieren of de lagere sociale klasse omgaan. Ik bedoel ook, als je hebt over de top, ook in de geneeskunde, maar ook misschien in het bankwezen. Ja. Dat je met collega's of andere artsen of mensen die hoog in het bankwezen zitten, vriendelijk bent, maar tegen de secretaresse of tegen zeg maar, geen oog voor hebt of uitvalt. Daar kan je natuurlijk ook wel een beetje het mens zijn van een persoon in. Absoluut. Heb je ook dat soort ervaringen gehad in, nou, misschien nu met lifeguard, maar ook in het bankwezen? Ja, nee, maar en soms is het onzekerheid, hè, dat mensen heel erg hiërarchisch gaan en dat ze denken, jij moet en gezult. En als je, het is natuurlijk eigenlijk heel triest als je moet zeggen, je moet naar mij luisteren, want ik ben de baas. Dan heb je blijkbaar geen andere argumenten. Mm-hmm. Maar ik vind als mensen inderdaad zich beter voordoen dan andere mensen, dat is natuurlijk ook een hele racisme discussie en dramatisch. Omdat jij uit een ander land komt of een andere taal spreekt of een ander kleurtje hebt, waarom zou jij meer of minder zijn dan iemand anders? Mm-hmm. Dat is natuurlijk een totale waanzin die we met elkaar gecreëerd hebben. Dus daar ben ik wel heel gevoelig voor als ik merk dat mensen dat op die, en het kan onkunde zijn, het kan angst zijn, maar laat het in ieder geval bespreken. En, maar je weet bijvoorbeeld dat, dat weten we natuurlijk ook al uit research, als jij als arts vriendelijk bent tegen je, je kan duidelijk zijn, zeg maar, bijvoorbeeld toedienen van medicatie, dat is effectiever, en therapie trouwens effectiever, als je een klik hebt met je patiënt. Het is dus ook heel functioneel. Ja, maar wat je eigenlijk stelt is dat ook als je vriendelijk bent en je kan verwonderen, dat is ook veel meer vanuit, ja, noem het vanuit spiritueel oogpunt, maar vanuit verwondering is namelijk ook gekoppeld aan een radicale ontspanning in alle systemen in ons lichaam. En als je namelijk je reactie op een persoon af laat hangen van zeg maar, de sociale status, dat is ook heel erg gekoppeld aan ik, zou ik bijna kunnen zeggen, aan ego. En aan dat je een belangenafweging hebt van hoe ga ik op deze persoon reageren. Je komt net hier ontspand inlopen. Nou ja, mensen weten niet wie je bent, wij spreken mensen die je ontvangt. Het is heel interessant hoe mensen reageren. Want als mensen al weten of mensen een reactie afhangt van de sociale status, is dat ook veel meer ego dan, ik noem dat eenheidsbewustzijn. Als je verwondert, is ieder mens gelijk. En is je reactie gelijk. En dan heb je altijd vriendelijk contact, hè? Klopt. Wat is je missie of je droom voor aankomende jaren? Nou, ik ik zou het mooi zijn, stel dat je ergens kan werken en dat er in kleine lettertjes onder je contract staat van als jij hier komt werken, draagt het bij aan een langer en gelukkiger leven. Mm-hmm. Dat zou, want heel gechargeerd bij een aantal bedrijven. En we weten bijvoorbeeld in de geneeskunde, heel veel artsen, maar ook piloten, worden bijvoorbeeld minder oud. Door hectiek, door stress, door nachtdiensten, door dat soort dingen. Eigenlijk gewoon kleine lettertjes moeten staan. Realiseert u zich dat als u deze carrière ingaat, dat u ten opzichte van andere mensen met uw achtergrond minder lang leeft, bij wijze van spreken. En hoe mooi zou het nou zijn dat je werkomgeving, dat bijdraagt aan je gezondheid. En ik durf te zeggen, mensen die bij Lifeguard werken, daar draagt het werk bij aan hun gezondheid. Mm-hmm. Erkenning, groeimogelijkheden, bezig met een hoger doel, intern humor, relativeringsvermogen, weinig hiërarchie. Ja, dat is leuk. Dus, en waarom zou dat niet kunnen als je ook voor een grote organisatie werkt? Ja, dat is mooi. Dus de mensen bij Lifeguard worden vitaler eigenlijk. Ja. Dus dan heb je en een salarisstrook en je wordt nog gezonder ook. Dus dat is helemaal dubbele winst. Hè? Is er nu een soort, wat je zegt, een soort overzichtslijst qua vitale beroepsgroepen? Of hoe vitaal de beroepsgroep is? Ja, dat is nog niet echt. Dat is best moeilijk ook. Hè? Want dan gaan we natuurlijk ook weer, wat is vitaal en wat is... wij hebben echt wel een hele brede opvatting van vitaliteit. En we hebben de neiging om alles te meten. Hè? Dat is ook weer zo'n ontwikkeling. Maar niet alles wat meetbaar is, is goed. En niet alles wat goed is, is meetbaar. Hè? Ja. Dat is vitaliteit gaat mij ook... We kunnen natuurlijk uiteindelijk kijken van, is de medische consumptie minder bij mensen? Dat is wel een droom van mij, dat ik dat op een gegeven moment kan kijken. Je gaf zelf ook aan dat het zelfhelend vermogen van mensen, dat we minder medicaliseren. Dus langer termijn hoop ik wel te kunnen zeggen van, joh, kijk eens, we hebben 10.000 werknemers die bij dat bedrijf werken en die medische consumptie is echt significant minder. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld op geluksschalen misschien hoger scoren dan andere bedrijven.
Dat zien we wel als mensen programma's doorgaan, is dat ze gezonder worden volgens bepaalde parameters. Die medische consumptie hebben we nog niet in kaart gebracht. Nee, want de meeste bedrijven die met LifeGuard willen samenwerken, doen die dat ook vooral vanuit het kostenperspectief. Dus minder ziekteverzuim, minder ziektekosten. Of ik denk ook wel het bewustzijn qua een vitalere werkomgeving. En, ja. En die winst die daaruit voorkomt. Ja, het is een beetje en wel. Want soms is er gewoon een probleem. Werkdruk hoog, burn-out, heftige dingen gebeurd. Maar je ziet ook wel meer en meer dat mensen gewoon zien. Het is een gigantisch potentieel wat eigenlijk niet gebruikt wordt. Want we weten ongeveer als je verzuim van 4% hebt, dan heb je zeker 8-12% mensen die misschien maar tussen de 50-75% productief zijn. En dus dat potentieel, dus je kan twee kanten op gaan. Je kan zeggen, met dezelfde mensen kan ik ongeveer 25% meer doen. Of je kan zeggen, met 25% minder mensen kan ik hetzelfde doen. Mm-hmm. Nou ja, dat tel uit je winst. Ja, dus dan heb je een organisatie met de handrem erop eigenlijk. Dat zien we zoveel. En wat we nu langzaam aan het creëren zijn met elkaar, hè, dus daarom is die vitaliteitsbeweging goed, waar jij ook natuurlijk deel van uitmaakt, en is dat we langzaam maar zeker gaan begrijpen, ja, weet je, dit is, als we het over menselijk kapitaal in organisatie hebben, dan is, als we ons ook, en dan komen we een beetje terug, eigenlijk in het begin van het interview, van als je gaat realiseren dat jij door een gezonde omgeving impact hebt op hoe mensen zich voelen en de leefstijl en het gedrag, dat het uiteindelijk je bedrijf heel veel beter maakt. Ja, absoluut mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen? Nee, ik denk, dankjewel Richard, voor de gelegenheid om dit te geven. Ik vond het ontzettend leuk om met jou ook eens te spreken. En mooi hoe jij oersterk in de markt zet en daar ook jouw eigen drive in gooit. En hoeveel mensen je bereikt, dat vind ik ook leuk om jou daarin te moeten. Dat mag ik ook wel eens tegen je zeggen. Mooi te horen, dankjewel. Waar kunnen mensen meer vinden over jou of over LifeGuard? www.lifeguard.nl. Mooi, Michael. Dankjewel voor je aanwezigheid in onze Oersterk-podcast. Ja. Ga vooral door met het vitale maken van al die organisaties. En ik vind het ook mooi dat we ieder op onze eigen manier Nederland een stuk bewuster, gezonder en positiever maken. Dus alle goeds en laten we samen nog veel bruggen bouwen. Gaan we doen. Dank je, Richard. Dankjewel. Het is onze missie dat in 2022 1 miljoen mensen een beter leven hebben door middel van de juiste zelfzorg. Dit doen we via ons gratis lidmaatschap, ons zelfzorgabonnement en onze Oersterk coachopleiding. Deel deze podcast en verspreid samen met ons het gezondheidsvirus. Dank en proost op een beter leven. De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Meer weten? Surf naar oersterk.nu. Tot de volgende keer.